Willem II ontkent dat Hans Gilhuis in beeld is als nieuw algemeen directeur. Dat liet de voetbalclub weten nadat Johan Derks had gezegd dat Gilhuis al gesprekken bij de club zou hebben gevoerd. Volgens interim-directeur Jan van Es waren er zo'n 50 sollicitanten, waar de Helmondse ex-international niet bij zat. Inmiddels zijn er nog 20 sollicitanten over.